hele goede dag allemaal en welkom bij een nieuwe videootje van Boetje van Buten. Goedendag allemaal en welkom op Gerdrand Edith weer, waar wij weer bezig zijn. Ik heb wat, net wat... gaan naar de handelaar gebracht weer. Dus we gaan verder op veldje 5. En ik zit aan de verkeerde kant. Veldje 5 zijn we weer bezig met haver. En dan gaan we weer mee verder. Naar iedereen een goede dag allemaal. Ja, welkom op Gerland Edith. Deel 3 van wat geld genereren voor de boerderij. En ja, dan gaan we mee verder. Daar gaan wij mee verder. Met onze mooie Klaas Combijn. Jawel. Ja, we gaan weer wat geld genereren, dus... Zoals je weet, 4 ton. Ja, we moeten van alles nog een beetje kopen en zo. We hebben nog geen dieren. Ik ben wel van plan om gras te maaien. Dus veldje bij de boerderij, die hebben wij. Ja, we zijn een beetje een loonbedrijf hier. Ja, een beetje, toch een beetje... Dus... Ja, binnenkort ga ik de naam bekendmaken van hoe we verder gaan met deze... boerderij. Dus er zijn daar een paar namen kwamen voorbij. En jullie bedachten de namen. Hartelijk dank daarvoor. En binnenkort ga ik dat bekendmaken. En vanaf dan heet de... Niet Gerland Edith, maar dan een andere naam. Dat hebben jullie gekozen en dat ga ik binnenkort bekendmaken. Dus. Er zijn wat mooie namen tussen, dus... Jullie hebben verzonnen. Maar daar binnenkort meer over. Toch even GPS aandoen. Dat hebben wij. Dus moeten we even helemaal instellen. Weer.
Die zet uit, ja. Dat werkt iets makkelijker. Dus, ja, gemak dient de mensen, zeggen ze. Dus. En als het erop zit, ja, waarom gebruik je het niet dan? Hè? Ja, de serie, ja, dat, ja, ja. We hebben nu een paar afleveringen met de introductie van deze map. Ja, ik mag niet klagen. Het wordt goed bekeken, dus ja. Dus ja, we laten daar wat staan. Ja, en we hebben pas niet zoveel afleveringen gedaan, dus. Maar ja, het wordt goed bekeken. En. Ja, ik ben er alleen maar blij mee. Dat beetje eventjes wegwerken ook. Oh, doe hem uit. Moet helemaal niet. Waar een beetje redelijk wezen, een beetje hè? Alles wat op het veld staat en wat eraf kan, ja, dat. Hè? Zo. En deze kopse kan nog eventjes doen. En dan kan ik zo meteen makkelijker draaien. In verband met de boom en met de trekker.
Ach ja, en zo zijn we weer even lekker bezig. Met ook even een klein beetje helpen, hè, dus. Ja, die zit bijna vol. Oh, een beetje kan er niet doorheen. Oh, zo. Zo. Even liggen, dan gaan we weer even naar de rota brengen. Het transportbedrijf. Zit niet helemaal voor. Het is nog allemaal nieuw, hè? Het is, ziet er nog schoon uit, hè? Ziet er allemaal nog fris en fruitig uit.
Ach ja, en zo zijn we een beetje bezig. Ja, en dat gaat ook weer fantastisch. Ja, van de week moet je weer even naar de garage. Of naar de handelaar even, of naar de shop toe. Om een beetje update weer van de navigatie te doen. Dus ja, dat gaan we ook zo van de week ook weer doen. Ja, we moeten wel een beetje up-to-date blijven. Oh, met onze machine. Geen goed. En wat ik zeg, we hebben nog geen dieren. Dat moet nog komen. Eerst eventjes wat geld genereren voor de boerderij. Hè. Uitgaven en duurzat. Misschien kost ook geld. Dus ja. Dus. En even de mensen uit de buurt helpen. De boeren. Die geen oogstmachine hebben. Maar buiten dat heb ik dingen, mijn eigen zomeneen. Maar ik doe nog steeds wel wat werk voor in de buurt. Ja. Dus maaien en ja, zo dit beetje, ja. Ja, een beetje loonopdrachtjes. Als het uitkomt. Hè? Het verdient ook weer iets meer. Hè? Dus ja. En zo naast het helemaal loopt op de boerderij, ja, dan loopt het wel. Dus, maar. Toen nog wel even buiten de boerderij om even contractjes voor de boeren voor uit de buurt. Ja, en deze machine moet zich eigenlijk ook weer even terugverdienen natuurlijk, uiteraard. Dus dat moet ook weer, ook gebeuren. Mm-hmm.
Oh ja. Nou, ik ga maar even regen weer, want we gaan de trekken weer eventjes naar de handelaar toe. Ja, zie je voor. Zo. Even de kiep even weer weggereden. Zo.
even weer weg brengen. Kijk of die mooie trekker er nog staat. Het duurt wel lang tot hij weggaat. Tot hij daar. Ik zie hem niet meer. Oh, hij is denk ik opgehaald. Ja, hij staat er niet meer. Nee. Of hij staat binnen, dat kan ook, maar. Ik denk dat hij is opgehaald. Nou, we gaan even dan. Ik ga het eventjes op. Zie je ook even wat anders. Niet de, steeds dezelfde route die ik rij. Gaan even door het dorpje heen. Dorpje, ja. Ja, deze pionnetjes of die staan ook eeuwig, hè? Dus wat dat is, dat weet ik ook niet, dus. Ja, daar ben ik nog steeds bezig met de maker of die de ombouw heeft gedaan van deze map. Ja, ik kreeg toch wel voor de eerste keer een auteursrechten. Niet dat ik dat. Maar het is wel vervelend. En ja. Maar hij heeft iets verkeerd gedaan. Dus hij heeft de naam van de map veranderd. Tenminste, niet volledig helemaal. Want hij heet Gelderland Edith, heet hij. En hij heeft er Gelderland van gemaakt. En, oh, dat was niet, dingen. Dus, ja, ik kon hem ook niet drugs meer zetten, dus. En, dus, ja, dus ik moet daar even op wachten, of dat hij, tot hij dat veranderd heeft. En hij had wel iets meer veranderd en zo. Maar het ging mij om de muziek eventjes. En ja, als ik daar steeds langs rijd, dan is dat de muziek. En als je, ja, wat is het, 30 seconden mag je het laten horen of zo, 25 seconden, ik weet niet, geen idee. Maar in ieder geval, als je hem iets langer laat horen, dan krijg je meldingen. Van auteursrechten, dus. Maar ja, hij heeft de map anders genoemd. En ja, daarom pakt de 7 game hem ook niet van mij. Dus daar moet ik even wachten. Dus dan heb je nog de muziek. Dus dingen is heel vervelend.
Daarom rij ik ook heel hard langsheen. Het is een beetje vervelend, dus ja. Want ja, zo meneer krijg je toch wel een claim aan je broek en ja, wie gaat dat betalen? Of je kan ook een strijk krijgen, hè? Dat is dingen. En ja, daar zit ik ook niet op te wachten. Kijk, één strijk maakt niet zoveel, maar dan moet je wel alles verwijderen dat muziek natuurlijk. En ja, doe je dat niet, dan krijg je nog een strijk. En bij de derde is het, dan is hij, dan wordt je YouTube-kanaal, verwijderd helemaal. Dus ja. En daar zit ik ook niet op te wachten. Daar heb ik al een keer meegemaakt. En ook buiten mijn schuld. En er was ook iets dergelijks. Er was iemand had een introotje gemaakt. Een intro video. Die ik altijd gebruikte als ik een video opnam. En daar kreeg ik een beetje oneenigheid mee. En toen heeft hij ook dat gedaan. En heeft hij een paar collega's, een paar vrienden of zo, heeft hij gezegd, nou, ga die man ook eventjes strijken. En ja, dan krijg je een waarschuwing eerst. De eerste keer en om alles weg te halen. Nou, en ik zei ja, als ik alles weghaal, dan haal ik mijn hele kanaal leeg eigenlijk. En dus toen kreeg ik erop gauw een derde, of een tweede. En ik kon alles wel verwijderen, maar dan was mijn hele kanaal al leeg. Maar alles wat ik had, zat ik die intro ervoor. En de derde keer, was de einde oefening, kon ik ook niet meer op mijn, ik had iets van ruim 300 abonneetjes. En ja, die zijn ook weg. En dan ben ik in 2017, moest ik weer opnieuw beginnen. En ik zit daar niet op te wachten eigenlijk. Dus ik hoop door de maken van deze ombouwmap, zal ik het even zeggen. Het is niet doorsnede maken, maar iemand die... de map ook graag speelt en die hem dan een beetje om heb gebouwd. Daar zit ik niet op te wachten totdat weer een keer gaat gebeuren, want dan moet ik weer opnieuw gaan beginnen. Dus ik hoop dat hij snel wat actie onderneemt, want anders moet ik een andere route plannen eromheen. Even afwachten. Goed mensen, dit was het weer. Ik wil iedereen hartelijk danken voor door jullie gaan kijken weer naar deze aflevering weer. Goed mensen. Ik wens jullie een fijne dag en ik zou zeggen
Tot de volgende. En ik zeg nog houdoe. De groeten en tot de volgende. Doei.